Het Diaconessenhuis heeft vandaag een kalfhoek officieel in gebruik genomen. Ze deed dit in verband met de Internationale Borstvoedingsweek, die jaarlijks wereldwijd van 1 tot en met 7 augustus wordt herdacht. Het thema is dit jaar: Empower Parents, Enable Breastfeeding. Versterk ouders in het geven van borstvoeding. De kalfhoek is speciaal bestemd voor moeders die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis moeten afkalven. Het ziekenhuis heeft zich ook voorgenomen om voorlichting te geven aan zwangeren en kraamvrouwen over het kalven. Daarnaast zal het niet-verplegend personeel ingelicht worden over het Baby Friendly Initiative dat in 1991 gelanceerd is door de World Health Organization en UNICEF. Dit initiatief heeft te maken met het wereldwijd promoten van borstvoeding en wordt ook toegepast door het Diaconessenhuis. Verpleegkundig directeur Rut Mangroe vindt daarom dat de kalfhoek volledig in het beleid van het ziekenhuis past. Wij hebben als Diaconessenhuis ons gecommitteerd aan het Baby Friendly Hospital Initiative. Dat houdt eigenlijk in dat het ziekenhuis ervoor zorgt dat vrouwen tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling, ook tijdens de kraamperiode, een zo goed mogelijke zorg krijgen. Met de bedoeling om het borstvoedingsbeleid inderdaad op een bepaald niveau te brengen, zodat het kindje een garantie heeft voor een gezonde groei. En ons kalfhoekje past helemaal in dat beleid. We zitten nu in de borstvoedingsweek 2019. En de borstvoedingsweek, het thema is dat we ouders moeten versterken en het mogelijk moeten maken dat borstvoeding gegeven wordt. Nou, het kan het beste in een kalfhoekje, want als er mensen werken en borstvoeding moeten geven of even moeten geholpen moeten worden, dan is het kalfhoekje het allerbeste plekje om dat te doen in het ziekenhuis. Marianne Achaibersing, voorzitter van de stichting Door Onderlinge Verbondenheid 1, heeft samen met een team van vrijwilligers een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de kalfhoek. De stichting staat bekend om haar sociaal werk in ziekenhuizen. Bestuur bestaande van DOF uit de penningmeester Maureen Naarden, de secretaris Gladys Karsters en mijn persoon Marianne Achaibersing. Ik voltooi de taak als voorzitter al 2 jaren. Zijn natuurlijk heel erg trots om vandaag getuige te mogen zijn bij de opening van deze kalfhoek. Onze zittingsperiode loopt bijna ten einde. In oktober zal er een nieuw bestuur van ons overnemen. En de afgelopen 2 jaar hebben wij al een aantal projecten weten te realiseren. Waaronder, zoals u heeft gezien, als u de lift uitkomt, een mooie wachtruimte voor de mensen die bij de VK moeten zijn. Tevens op de 3e etage is er ook een hele mooie wachtruimte voor de OK. Dus dat is al in onze periode voltooid. We kunnen verklappen dat er nog 2 projecten in de maak zijn, heel binnenkort. En ik kijk in de richting van de directie, want het wachten is op hun. En natuurlijk, het is een heel proces, dus we wachten heel erg geduldig. Maar we zijn nieuwsgierig hoe het gaat worden. Ik verklap ook niet wat het zal zijn. Marianne Achaibersing, voorzitter van de stichting Door Onderlinge Verbondenheid 1. Vandaag bij de ingebruikname van de kalfhoek in het Diaconessenhuis.